Eduard Hellendoorn. Eduard, ook wel Wart, werkt als ontwerper en schilder voor vliegtuigfabriek Fokker in Amsterdam. Hij raakt met andere Fokker-medewerkers nauw betrokken bij de februaristaking. Hij wordt verraden en al op de eerste stakingsdag op 25 februari 1941 gearresteerd. Hij wordt vastgezet in de Scheveningse gevangenis, die al snel het Oranje Hotel wordt genoemd. Wart is een van de 18 doden uit het gedicht van Jan Kampert. Samen met partijgenoten Herman Koenradi en Joop Eil wordt hij als plaatsvervanger geselecteerd voor 3 minderjarige leden van verzetsgroep De Geuze. Die worden in Duitsland te werk gesteld. Wart en de andere veroordeelden worden op 13 maart 1941 geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte.